Hi, ik ben Jean-Paul van de Oosterkleermaker hier op de Bilderdijkstraat in Amsterdam. In deze video wil ik je eigenlijk gewoon aan de hand meenemen en je punt voor punt laten zien door middel van kleding die we maken, hoe je de echte handgemaakte kwaliteit in pakken kan herkennen. Dat heet ook wel bespoke tailoring. Laten we beginnen. Het belangrijkste is natuurlijk wanneer je een pak of wat even laat maken op jouw maten, dat het opgemeten wordt. Dus je moet een meetlint hebben, dan gaat iemand je maten nemen en daar kun je vaak al het kaf van het koren onderscheiden. Het moment dat er niet wordt gevraagd hoe je beweegruimte wilt hebben, niet wordt gevraagd hoe jouw corpus modus operandi is, dan weet je al dat je te maken hebt met een template die wordt aangepast. Dus dan gaat men het hebben over hoe lang wil je je mouw hebben. Oké, dat is interessant. Als mijn mouw korter wordt, wordt dit stukje in verhouding ook strakker. Hoe beweeg ik hier dan ten opzichte hiervan? En dat is waar eigenlijk de ervaren kleermaker zich onderscheidt. Dat is een eerste punt. Gaan we in een andere video verder op in. Laten we eerst naar dat kledingstuk kijken. Heb je die maten genomen, dan is het allerbelangrijkste dat er een patroon voor je wordt gemaakt. Ik heb hier een papieren patroon. Dat hoeft niet per se meer. Dat betekent dus, we hebben je maten genomen. Dus pols zoveel, onderarm dit zo. En dan je speelt viool, dus dan moet die zo. Dan ga je dat op papier omzetten en dat knip je dan uit, leg je op de stof, zet je er met krijt omheen en dan knip je dat uit, zet je het vervolgens in elkaar. Kan ook gewoon zonder dat papieren patroon. Hier heb je een voorbeeld. Nou, je ziet de voorkant van een jasje als je het goed kan zien. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Hier heb je een borstzak. Hier heb je de revers zitten. Nou, hier heb je de zak. Dit is dan het zijpaneel, dus wat zeg maar onder de arm zit aan de zijkant. Dat zie je hier aan, dus dat zet je dan hier weer aan. En hier heb je dan de rug. Nou, dit is ook heel belangrijk, dat jouw kleermaker dit dus bewaart. Zodat je elke keer een template hebt om verder vanuit te vertrekken, te verbeteren, etc. Zo werkt dat. Dus kleermakers richten zich altijd op de lange termijn relatie. Nou, laten we nu eens even die kledingstukken erbij pakken, zodat je kan zien wat het nou allemaal betekent. Een handgemaakt pak kan natuurlijk in elkaar worden gezet zoals je wilt. Maar laten we zeggen dat full canvas, een los binnenwerk met linnen, paardenhaar, het summum is. Dat zie je hier. Hier zit aan de buitenkant. Dat is een showpiece, hè? Dus dit stuk, dit materiaal, is linnen. Daar zitten haren doorheen van paarden of kamelen. En je hebt tegenwoordig zelfs varianten met draken, als ik het allemaal moet geloven. Dit zorgt ervoor dat je pak ademt. En dat het soepel is, licht gewicht is en steeds meer naar je lichaam vormt. Dat zijn de belangrijkste punten. Zie dat canvas ook terug in het revers. En door middel van hoe strak je de draden trekt, gaat het revers meer of minder rollen. En kan je dus ook op bepaalde aspecten bewegingsruimte en comfort toevoegen. Dus weer een niveautje verder. Dat zie je ook in de nek. En al die steken, als ze onregelmatig zijn zoals deze, dan weet je dat ze met de hand gedaan zijn. Dat zie je hier ook. Maar je zou dat ook tijd te besparen. Ik vind niet eens eigenlijk dat het echt de kwaliteit beïnvloedt. Dat is mijn ervaring. Zullen collega's zijn die zeggen, wat zeg je nou? Ik kan het ook met de machine doen. Nou, hier heb je een ander jasje. We hebben opengemaakt. Je ziet hier weer. Die zit nog vast. Sorry. Je ziet hier weer dat canvas. Lopen. Zit bij het borststuk. Zit weer een stuk canvas overheen. En hier zit dan een domet overheen. Ik weet eigenlijk niet hoe dat in het Nederlands wordt genoemd. En deze is dan gestikt met de machine. Elke kleermaker, elk merk heeft zo zijn eigen manier van dit verwerken. Dat kan je echt zien als Michelinster. Het is allemaal goed. Of het je smaak is, dat is wat anders. Dat moet je een keer uitproberen. Engelsen weet ik wel. Anderson Shepard hebben het keihard. Chiffonelli heeft het weer zachter in Parijs. En ja, wij kunnen ook zeggen, wil je dit canvas of dat canvas. Dus dat kan ook met maatwerk. Maar dat is echt voor de liefhebber liefhebben. Oké, hebben we dat gehad? Ik pak mijn lijst erbij, want het zijn nogal wat punten. Dus meet heb ik gedaan. Patroon ook. Het maken. Goed. Ja, dit is dus een canvas. En hoe ken je dat nou als je pak al klaar is? Of je dan een goed pak hebt, dat kan je zo doen. Dan kijk je achter op het revers. Bij de nek is dat moeilijk, hè? Kijk, hier bij het revers zie je al die puntjes. Die pickstitching. Daar zit het echte handwerk in. Zie je hier dan. En ja, hier, deze is afgemaakt. Dus het vilt in de nek, daar zit het overheen. Dus daar zie je het niet meer. Oké. Dat is hoe je dus het canvas herkent. Nou, gaan we naar het volgende punt. Hoe herken je een handgemaakt pak of een pak in hoge kwaliteit? Dat heeft te maken met name met het werk onder de machine, hè? Of binnen in de machine, onder de motorkap. Het gaat om deze dingen. Je ziet die naden. Huge! Voordat je zoveel kilo's uitdijt, bijkomt, ben je een tijdje bezig. Dus zo'n pak is echt op lange termijn gemaakt. Niet op van hoeveel centen kunnen we besparen om de winst voor de aandeelhouder omhoog te hebben. Nee, de gedachte is, we maken de mooiste kwaliteit waar je de rest van je leven is een summum, maar heel veel jaren mee kan doen.
Mijn firma bestaat nu bijna 20 jaar. Ik heb klanten die nog steeds in hetzelfde pak van 20 jaar geleden rondlopen. Ja, of het dan nog helemaal in fashion is, dat is wat anders. Maar dat noemen we dan maar vintage de look. Dus dit kan je uit blijven nemen totdat de naden op zijn. Ben je echt bruut, ja, dan koop je dezelfde stof weer als die er nog is. En dan zet je er gewoon een naad tussen. Maar dat is wel heel klassiek. Oké. Okay. Voorts kan je heel erg gaan kijken naar hoe de zakken zijn afgewerkt en hoe de voering is ingezet. Kijk, dit is hoe een zak gemaakt hoort te zijn. Super strak, maar er zit hier dus niet zo'n maantje omheen. Dat heet een bartek. Kijk maar in je pak. 99 van de 100 heeft hier zo'n maantje omheen. En zie je ook dat dit helemaal zijn vorm verliest. Zelfs als deze niet vast zit, behoudt hij zijn vorm. Dat is een stuk kwaliteit, dat is een specialist die die zakken maakt. Ja. Daar kan je voor kiezen of niet. Ik vind het mooi als alles gewoon netjes klopt. Net als bij een Rolls Royce. En dat ziet er dus aan de achterkant zo uit. Kijk, en dat is ook het verschil in maaktijd. Je moet alles binnenste buiten maken. Dus je kan niet een lap stof op een lap stof leggen en eroverheen rammen met een industriële Yuki-machine. En je hebt opeens een pak. Zo wordt tegenwoordig een pak gemaakt. Ja, bij ons en bij onze collega's ook niet. Zit hier dan ook weer extra versteviging, een stukje tapering erbij om het nog steviger te maken. En alles is onzichtbaar binnenstebuiten gestikt. Dat kost een hoop tijd. Even over de tijd. Hoe lang duurt het om een bespoke pak te maken, denk je? Een uur? Twee uur? 10 minuten? 3 uur? 58 maanden? Nee. Het duurt ongeveer 40 tot 50 uur voor een goede kleermaker om een driedelig pak te maken. Een jasje is ongeveer 25 tot 30 uur, afhankelijk van natuurlijk hoe groot je bent, het model en details. Een broek en een vest zitten ongeveer op 8 uur. Dus je bent 40 tot 50 uur toch minimaal wel bezig. Ja, dat moet betaald worden. Dan maak je meestal ook gebruik van veel betere materialen dan in de winkel. Ja, dan heb je een X-prijs. En dat is een keuze die je maakt. Dus net als met huizen, net als met restaurants. Je kan ook de volgende vraag stellen. Kijk, als je 100 mensen vraagt, wie wil de miljonair worden? Steekt iedereen zijn hand op. Tot je de vraag anders formuleert. Wie wil er werken om miljonair te worden? Dan is er nog eentje over en die wordt waarschijnlijk miljardair. Waar je van mijn filosofie kwijt. Goed, je ziet hier dus ook de andere zakken. Ander teken van een handgemaakt pak is het label. Zoals je hier ziet, er zit helemaal geen label bij. Ik vind het ook zonde wanneer je een mooi pak hebt om daar een label in te gooien. Waarom zou je die binnenkant verprutsen? Zou je die binnenkant verprutsen? Ik heb hier een hele bruteske. Sommige mensen zullen zeggen dat is haram, maar ik heb hier eentje met de Kaaba uit Mekka. Mashallah, subhanallah. Ik ga hier toch geen label overheen gooien. Waarom? Ik betaal hiervoor om dat speciaal custom voor mij te maken. En dan ga ik een label erop gooien. Nee, dat verbreedt het esthetisch aspect. Zo kijk ik ernaar. Wil je een label hebben, dan kan dat. En als er al een label in zit, even zoeken. Dan zit die altijd aan de binnenzak. Ik doe ze vaak ook nog ondersteboven erin. Echt als een middelvinger omhoog. Omdat ik mij totaal niet identificeer met mensen die zich identificeren met merken. Dat is vrij krankzinnig wat ik zeg. Maar zo doe je dat. Ander puntje. Kijk, het gaat om kleine dingen. Hier ook. Zie hoe zo'n loop, moet je eigenlijk helemaal niet doen, ik weet niet of ik dat heb gedaan met die dingen, maar zie hoe zo'n loop is ingezet, ook weer keurig onzichtbaar gestikt, met de hand, niet snel even erop gegooid, moet mooi zijn. Goed, andere kenmerken is met name hoe de kraag, de nek is neergezet, die nekgap die willen we niet. Zit hier ook weer onregelmatig stiksel, ja, dat is de hand hè, dan kan je het mooist vastzetten. Oké, goed, ander punt, knoopsgaten. Knoopsgaten kan je met de machine en met de hand maken. Dat is een beetje ook wat je eigen smaak is. Ik hou echt van de hand. En hoe ken je een handgemaakt knoopsgat? Stiksel aan de buitenkant is mooi. Gestructureerd, zie je. Netjes. De achterkant looks like hell. Dat is simpelweg hoe een handgemaakt knoopsgat is. Zo werkt dat. Oké. Nou, dan kun je ook nog gaan kijken. Om te bepalen hoe de kwaliteit is of het handgemaakt is. Of de voering met de hand is ingezet. Nou, dat kan je hier zien. Je ziet, het ene stukje is wat ruimer dan de andere kant. Excuseer, daardoor heb je beweegruimte ook in je mouwen, maar dat trekt helemaal door naar de schouder. En ja, dat is gewoon het echte ambacht. Dat kun je ook aan de onderzijde bekijken. Dat is gewoon zoeken naar onregelmatig stiksel. Ik weet niet of dat helemaal overkomt, maar we hebben het besproken. Oké, dus dat is de manier van stikken, knoopsgaten. Dus even kijken. Dat hebben we gedaan. Ja, wat ook heel belangrijk is, we hebben het net over knopen. Je hebt verschillende soorten knopen. Ik heb er niet echt probleem mee om met een harsknoop te werken. Sommige mensen zullen zeggen, hars, wat is er dan? Plastic, lieve mensen. Waarom? Kijk, wij maken echt extravagante kledingstukken ook. En ja, als je een paars pak hebt, is het best moeilijk om een paarse parelmoeren knoop te vinden of iets anders. Je kan er misschien een diamant of zo maken. Bestaan die paarse diamanten? Ik denk het niet. Maar dan is het misschien gewoon handig om met plastic te werken. Dat is een keuze die je maakt. Het is allemaal custom, wat jij wil. Maar, kijk, dit zijn mooie dingen.
Italiaanse knopenleverancier. Hier heb je fraaie hoornen knopen. Dus die zijn van hoeven en van horens gemaakt, van geiten, et cetera. Issue is dat het Europees niet helemaal meer mag. Ik weet ook niet hoe dat precies zit. Dat het dan wordt gezien als slachtafval. Bedankt Frans Timmermans. Nou, hier heb je parelmoeren knopen. Die ken je meestal van de overhemden. Dat zijn die kleintjes hier. Nou, hier heb je hele grote abalone shells. Moet iemand 30 meter diep voor duiken bij Taiwan om zo'n ding te vinden. En hopen dat je het overleeft. En hier heb je dan ook gekleurde. Ja, dat zijn natuurlijk wel vette accenten als je dat, zal het eens bewegen. Bijvoorbeeld zo'n koperkleur op blauw doet. Ja, oké. Boom. That's a nice detail. Donkerblauw. I like it. Kun je ook met houtdoeken ook je eigen knopen aanleveren. Et cetera. Goed. Dus knopen. Hebben we die ook gehad. Zo. Ander punt trouwens. Dat vergeet bijna iedereen. Dat is een heel klein detail. Maar super belangrijk. Kijk. Het gaat om de afronding van hoeken. Afronding van hoeken? Waar heb je het over? Zie je dat dit niet precies 90 graden loopt? Maar een heel klein beetje rond is. Daardoor slijt het minder snel. Oké, that's quite genius. Daardoor gaat je pak dus ook veel langer mee. Zie je? Ook hier bij de mouwen. Wat met een beetje rond. Net niet recht. Net niet recht. Ja, dat zijn fraaie details. Je denkt van shit, somebody thought about that. En dat is de liefde die je terugvindt in een product dat met tijd en aandacht gemaakt is. Oké. Okay. Last van de keel, excuus. Dat waren de hoeken. Nou, de voering, die hebben we gecheckt. Oh ja, die zou je ook nog bij het armschat kunnen checken. Ik denk dat het best moeilijk is om dat te laten zien, maar oké. Okay. Kijk, hier heb je een armschat. En dan zie je aan het stiksel, als je het eraan trekt, dat er wat ruimte komt. Dan weet je dat die met de hand is ingezet. Zorg er gewoon voor dat die mouw, ja, net wat beter valt. Kan je ook met de machine doen, om heel eerlijk te zijn. Oké, okay, kraag hebben we ook gehad. Nou, dan komen we eigenlijk bij het laatste punt wat ik op dit moment kan voorzien. Nou, wacht even, kijk, dat is mooi als je in je eigen product het ding ontdekt. Kijk, dit is een jasje van mezelf. En je ziet hier die pickstitching ook, hè. Dus ook op die rand. Dat is wat je dan vaak bij die Italianen ziet. Nou, dan kunnen we natuurlijk ook gewoon eens gewoon een naald pakken en oefenen. Dat is allemaal mooi met de hand gedaan. En wat heel belangrijk is, is dat patronen aansluiten. Want ja, een echte heer die draagt natuurlijk streep of ruiter. Zoals jullie zien. Kijk, dit kan niet altijd. Hè? Dat is ook afhankelijk van wat voor stof je hebt, hoe je houding is, et cetera. Dus pin daar nooit je kleermaker op vast. Maar kijk, dit is hoe het hoort. Hè? Dus dit pak heb ik laten maken toen ik 20 was, 20 jaar geleden. Ja, dit is een patroon dat aansluit. Met mijn huidige fysiek, I wish. I wish. Het gaat hem niet worden. Ook hier bijvoorbeeld, kijk. Dit vind ik mooi. Ik hou hier van M.C. Escher. Hè? Zo'n onderschatte Nederlandse held. Je ziet hier ook hoe dit doorloopt. Zie, dan sluit hij hier weer precies mooi aan. Ja, zo gaat het door, vind ik een zware plus. En hier ook bij de zakken, waar ik altijd van hou, is dat die piping of trimming, ik weet eigenlijk niet eens wat het is in het Nederlands. Dat zie je hier dus, dat stukje van die zakken, dat sluit ook op elkaar aan. Is die klep dan aan de buitenkant? Ja, dan sluiten die patronen ook weer aan. Allemaal kleine dingen. Je ziet, het is mooi afgewerkt, ook met Bembergzijde. Geen goedkope zaken. En ook hier zie je dus weer die ronding. Dat hij niet snel begint te slijten. Nou, hier is het bewijs, dat ding is 20 jaar oud. En ja, die hangt hier als voorbeeld in de display. Even kijken, pikeren had ik al laten zien volgens mij. Ja, dan hebben we zo denk ik bijna alles gehad. En ja, waar je ook nog naar kan kijken, maar dan moet je echt heel strak kijken. Ik denk dat ik dat nu ook niet heb. Deze pakken zijn allemaal wat ouder. Het moment dat je een spoor van krijt ergens ziet, dan weet je dat die echt met de handcut is. En even kijken. Hebben we dat hier nog? We zitten ergens. Nope. Ja. Dan moet je een heel goed verstaander zijn. Hè? Dus hier. Kijk, je ziet hier als het goed is. En dit krijg je natuurlijk helemaal niet goed nu. Dan zie je hier nog zo'n kruisje lopen. Maar oké, okay, dat terzijde. Vroeger, en je hebt nog steeds kleermakers die dat doen. Die doen een beetje krijt over het pak heen. Als een soort van zout. We kennen deze man ook al van YouTube. Hij maakt een hoop geld als een Turkse vriend. Dat zijn allemaal kenmerken. Een hele lijst. Maak in die omschrijving zo'n timestamp, zoals mij heet, dat even per punt. Dan kan je dat zien. Zullen we nog even foto's ook maken van al die dingen? Kan je dat op ons blog lezen? Heb je zelf vragen? Wil je een keer met je kleding langskomen of door ons iets laten maken? Weet je ons te vinden? Ik hoop dat je nu goed gepakt en gezakt je keuzes kan gaan maken in het land van maatkleding. Ik wens je het best. Ciao.